are greater than ever, but are now on the agenda. Time is beginning to penetrate to really bring about change and to create the impact needed to make the circular transition a reality. We all commit ourselves to the Sustainable Development Goals, but how are we going to achieve the goals? How do we make the world aware of the importance of a sustainable choice, the conscious choice for sustainable and circular products in order to make the sustainable supply possible through market demand? That is the theme of Sustainable Globalization 2018. This event is powered by Peterson, Control Union, 80-20 Procurement, Philips, Capgemini, Trustloop, Navigo, IFS. Relax, sit back, and discover a new side of sustainability. Applied sustainability by new and old generations. We present you your host of the SG18 in the Netherlands, Anne Marie Radhorst. Ja, welkom allemaal hier vanmiddag op het Global Sustainability Congres. Waar wij natuurlijk allemaal maar voor één doel naartoe komen. Dat is impact op duurzaamheid. Snel, met schaal en vooral natuurlijk in de internationale ketens waarin heel veel van u en ook ikzelf werken. En omdat het internationaal is, is er natuurlijk ook in Singapore een congres wat gelijk loopt aan ons congres. En daar zal ik u even mee naartoe nemen. Dan kunt u zien waarom we zo streng moeten zijn op de tijd vanmiddag en wat er op dit moment in Singapore gebeurt. Dear participants, a warm welcome from Singapore. This extraordinary international conference. Tonight we will look at sustainability and circular economy in a progressive and innovative way. My name is Kiel van Dalen and I'm the founder of Trustloop and CEO of Trustloop Group with offices in the Netherlands and Singapore. The government in the Netherlands wants to be climate neutral in 2050. We believe that it is too late and the urgency is much higher. If we feel free to take the time until 2050, the next generation will be the first generation to decrease in prosperity and well-being. During the 2015 United Nations Climate Change Conference, better known as the Paris Agreement, over 190 countries have pledged to limit the temperature rise to 1.5 to 2 degrees, beyond the level that it was when the Industrial Revolution began. However, at this moment, the temperature has already increased with 1 degree already. This means radical change is needed, but is this possible? We think it is. Technically, everything is already possible, but we certainly will need to work together as governments, organizations, businesses, and human beings. We need to create a holistic view and work on co-creation together. We believe the way to go forward is through globalization. The process of interaction and integration among the people, companies and governments of different nations, a process driven by international trade and investment, aided by information technology. My name is Daphne van der Bijl and I'm the General Manager of Trustloop in the Netherlands. With this video, we would like to take the opportunity to inform you about our point of view regarding sustainability in general and climate change in particular. I believe everybody has a right to live without poverty, without hunger, in good health, and receive quality education, anywhere in the world. In the coming years, the growing population will increase the need for clean, fresh water, sustainable cities, and thus climate actions are much needed. 1 degree increase in temperature since roughly 1760 is not that much, you would think. However, greenhouse gases and especially CO2 remain in the atmosphere for hundreds of years, which means the buildup of these gases is exponential. If we continue to emit the current levels of CO2, we will have to face a temperature rise over 4 degrees. Thank you very much and enjoy the program.
Nou, dat is wat er in Singapore gebeurt. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam heeft u net gehoord op een prachtige manier uitgesproken. Wij zeggen in Brabant gewoon Annemarie Rockhorst. Dat werkt ook. Ik ben ondernemer en ik investeer in bedrijven die goede ideeën hebben, start-ups, scale-ups. We hebben hier op 3 oktober 320 elektrische deelscooters neergezet vanuit Felix. De beweging van bezit naar gebruik en het liefst gedeeld gebruik. Want waarom zou je nou allemaal een brandstofscooter willen hebben of een auto willen hebben, als je eigenlijk gewoon mobiliteit wil hebben op de momenten dat het voor jou gewenst is. Dus heel veel producten, heel veel energie en grondstoffen gaat natuurlijk op aan producten die we schaars gebruiken. En als we die op een circulaire manier vormgeven, als we de energietransitie heel serieus nemen, ik weet niet of u het heeft gezien, de Lightyear One is net vanuit Helmond geïntroduceerd, een elektrische auto waar de vraag en het aanbod van zonne-energie in die auto is geïntegreerd. Actieradius van 800 kilometer, ook zonder dat je hem op hoeft te laden. En natuurlijk kun je hem nog laden met een gewone stekker, maar het is tijd voor verandering. En verandering is overal om ons heen en daar proberen we eigenlijk met elkaar vorm aan te geven en ook op dit congres, omdat ik als voorzitter van de transitieagenda consumptiegoederen voor circulaire economie heel goed weet dat elektronica, kleding, meubels en design eigenlijk allemaal uit internationale ketens komen. En gelukkig weten we dat er een akkoord is, ook op Europees niveau, voor circulaire economie. En zullen we in de komende tijd heel hard met elkaar moeten gaan trekken. We hebben recent nog de artikelen van het IPCC gezien, waarin staat dat de temperatuurverhoging heel veel sneller gaat dan tot nu toe aangenomen. En dat is eigenlijk waarom we vandaag bij elkaar zijn, om impact te maken, maar ook impact te meten. Dit wordt georganiseerd door een hele jonge organisatie, een kleine organisatie die dan toch maar even zo'n event in elkaar bokst met alles wat er vanuit NDI en het GC-systeem überhaupt gebeurt. Dat is ongelooflijk knap, want we hebben mensen nodig die gewoon doortrappen, die daadkracht hebben en die de verandering zijn. We gaan naar de eerste spreker. We hebben niet heel veel tijd, we hebben gelukkig wel tijd voor interactie ook. Zij heet Suzanne Waaiers. Ik mag er niet bij vertellen dat zij dokter Suzanne Waaiers is. Zij is van het RIVM, Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu. En zij gaat ons meenemen in grondstoffen en duurzame producten. The floor is yours, zeggen ze in Singapore. Thank you very much, Annemarie, for the introduction. Thank you for having me here. I'm very excited to be here and to hear about all the initiatives that are ongoing. I'm very curious. And first I will start to tell you what at the RIVM we are doing. We're promoting safe and sustainable goals in a circular economy. And we think it's important to go beyond compliance, because as is said, to reach our sustainability and our circularity goals, we have to do more than just being regulatory compliant. So I work at the Dutch Ministry of Public Health and the Environment, and we fall directly under the responsibility of the Minister of Health, Welfare and Sports. Our DG is Hans Brug, and we have three knowledge domains. The first is infectious disease control. I think this is the one we're most famous for. And we also have the knowledge domain of environment and safety and public health and health services. In total, we have 15 centers and 6 chief scientific officers. And this makes up about 1,800 employees. So I guess just a quick question to you. Have you any idea how many definitions there are of the circular economy? Yeah. Good answer, yeah. There are about, I think last year a study was published, a scientific study that said there are 114 definitions. So I won't try to summarize that here. But I think we all recognize this simple picture that, does the pointer work? No, okay. So I'll just take you through it. We start a loop by manufacturing a new product or a new material, and we come in a use phase, disposal phase, and then think about how we can best recycle or reuse the materials.
And if really necessary, we incinerate or landfill even material if it's not possible to get it back in the loop again. And you see the waste hierarchy is also illustrated here, and that's very essential to circular economy, to begin at the start and think about if you can refuse even certain uses or certain manufacturing processes, and then all the way to recycle. So at the RIVM, we study these different processes and different projects in different parts of the circular economy. I will show you some examples, and we do this for and with society. We do monitoring projects and research, we develop tools and methodologies and make inventories of existing tools and methodologies. So I was also very interested in Kenny's initiative to hear about all these different sustainability assessment methods, because it's very similar to the work we're also trying to do. So we're very excited about these kind of initiatives. So just to show you some examples, at the beginning of cycles, it's important, I think you all know, to think about safe and sustainable design, and to think about education. How can we start by supporting the new generation and thinking about what is safety and sustainability and health, and what is a circular economy? And just two very short examples, one of education and one of safe by design. So one thing we do is that we participate in the biosafety committee of the iGEM competition. This is a competition started in MIT in 2003, and now there are about 500 participants. It's all biology students, and they're challenged to come up with solutions for societal challenges that have that make use of synthetic biology. And what we do in this committee, we try to make the students aware of the safety and sustainability aspects that are related to these kinds of developments. Another example is the Safe Innovation Approach Toolbox for nanomaterials. Nanomaterials are used for various applications, for instance in solar panels, they are important. And but they're very complex materials, we don't know that much yet about their physical chemical properties. So the regulation is also trying to cope with this, and it's progressing to keep up with these developments, and we make this toolbox to make developers and startups aware of the well, the future regulatory challenges that may be relevant for these nanomaterials. And so we show how they can minimize risks by, for instance, reducing exposure or reducing the hazardous properties of the materials. Then what we also did in a recent project is that, like I said, there are so many assessment methodologies for sustainability. Sustainability is such a wide concept, as you all know. So we thought, so how can we support in going beyond this regulatory compliance? How can we show what sustainability is? So this list is just a selection. It's published and it's longer. And we made an inventory of, for instance, life cycle assessment methodologies, but also the eco-label or the, well, you can see it for yourself, all kinds of sustainability assessment methodologies. And then we've shown that when they talk about sustainability, it can mean different things, as you may be well aware. And we made categories for this, like human health, social welfare, environmental and biological quality, resources, economic prosperity, and technological prosperity. So as you can see, depending on which assessment methodology you choose, you will get an answer on your sustainability question, but this may be on one of these topics. It may not be covering all of the topics. And it's not necessarily a problem, as long as you're aware. So if you want to tackle some social issues, you, of course, need to be aware, if you pick a sustainability assessment method, that this is well included and what kind of indicators are included to assess this topic. And this is also just a selection of the table, but to show you the complexity of the sustainability assessment methodologies that
We're used to thinking in a material or a molecule, and then you can predict the properties of this material or molecule, for instance, on toxicity. So if you know the structure of the molecule, you can predict what kind of toxicity properties it may have. However, or you can test it if you cannot predict it in the lab. But then, if you use this molecule in an application and you mix it with other materials and you make the final end product, obviously there are lots more materials and processes involved. You're all very well aware, I'm sure. So, but this means that it will make a difference whether you put your factory in Brazil or in Thailand. And it also means that if you are in the lab and thinking about the safe and sustainable development of this material, then you also try to think about the process that will be coming up and the things that you cannot predict just by looking at the intrinsic properties of the molecule. So examples are the life cycle thinking, how back and forth will you include the life cycle processes, and the spatial scale, so where will your factory be located? For instance, if you use crops for your material, then it very well differs whether you use those crops from different companies. So we try to make these choices transparent. So we don't say you should do this or that, because like I said, to reach our sustainability and our circularity goals, we have to go beyond regulatory compliance. We cannot frame everything in regulations, unfortunately, luckily, I don't know, pick whatever you like. But so it's important that if we say, I want to make a safe and sustainable product, that we discuss with each other what that means. So what are the topics that we talk about? How can we improve that and how can we measure that and make this discussion as structured and transparent as possible. And we try to assist in this process by with this tool, the sustainabilitymethod.com, and here you can select the system boundaries that you want to discuss, or the location or the spatial scale of your production process, and the environmental themes that you think are important. And then there are is a top three of methodologies that you may use to assess your safety, your the health impact, or the sustainability. So we think it's important to support reaching the safety and sustainability goals in the circular economy, but of course we also have to practice what we preach. So we have a research project in the IVM that studies all the different activities that we do and how they contribute to the sustainable development goals. And one of the things we participate in is the green public procurement. And by doing so in 2015-2016, we have already saved 5 megatons of CO2. So I think that's a good start. And it shows that if you think about the government as a whole and everything that we buy, that we can also obviously have a large impact. And we can do a lot. And now we're also, for instance, looking at the materials we use with the government as a whole on the lab, or the plastics that we use. How can we make this more circular and dispose less of? So I will show you some examples of clean recycling projects. One project we're currently running, it's not finalized yet, it will be finalized end of this year, is called Safe and Sustainable Loops. And we do this for the Ministry of Infrastructure and Water Management. And here we make different modules. So if you have a waste stream or a secondary material stream and you want to use it for a particular application, you first want to check whether there are any risks and benefits related to it, obviously. So we try to assist in this by showing what relevant regulatory frameworks are. And so, are there any possible substances of concern in this material stream? For instance, are there any pathogens? So these are tiny organisms such as viruses or bacteria. Can they be present in the waste stream? What can you do to make sure that they do not form a risk if you want to use it for your application? And then also module on circularity, energy and land use to show how you can contribute to
to reaching sustainability goals or circular goals by using your waste stream or your secondary material for a new application. And another project that we're now running, it's for the European Commission, and it's on hazardous substances, because, well, like I said, we should think about the beginning of cycles, how can we make a safe and sustainable design, but obviously there's lots of legacy chemicals around us that are still in the materials present, and they will be for a very long time. And if we want to recycle and reuse as much as possible, we have to think about what kind of risks these chemicals may pose when they re-enter the loop. So for the REACH chemical legislation, we're building a framework that if a particular chemical is restricted, that the member state who makes the dossier for the restriction considers the benefits of recycling. So is it possible, if I have a material stream with this hazardous substance, can I recycle it and how can I do it? Or how can I remove it and how can I minimize the risks? So this project is ongoing and it will be finalized in February. Then another example is we try to support authorization holders by handling substances of concern and waste streams. So also at the end of a life cycle when you have already these legacy chemicals present. So how can authorization holders deal with when they have to authorize a certain application? How can they make an inventory, a risk inventory? And we set certain example limits for specific chemicals to show whether or not they can give this permit or not. It's based also on the framework I've just shown you. Then overall, so you have all these different initiatives and in society as well, of course, but also the policy goals that are set. This is perhaps a familiar picture for you for a policy process. And what we published beginning this year together with PBL and CBS, so the Dutch Bureau of Statistics and the Environment Assessment Agency, is a monitoring program. We propose a monitoring program to see if policy contributes to reaching the circularity goals and how you can measure the effects of all the initiatives. So you have different approaches and implementation. Then you have the policy results, and do they result in resource use, in reduced resource use, in reduced environmental pressures, and in socio-economic developments, and how can you measure this? And what one of the things we saw, there are many, many initiatives, of course, but there's a little less attention for the reduce and the refuse at the beginning of a life cycle. So should we make this plastic, or do we want this product? And also for during the life cycle. So I'm happy to hear also the initiatives of Anne-Marie, that she's really paying attention to this important aspect of the circular economy. So my second last slide, just to summarize, if you have any questions, please contact me later. I'd be happy to hear any feedback or questions. For our circular and sustainable goals, we have to go beyond regulatory compliance. And I think we can do so by creating transparency and structure. It's a very complex system. We have to deal with many different people in the value chain all over the world. And if we just try to strive for what do we mean by sustainability, what do we mean by circularity, how are we going to measure it and how are we going to improve it, I hope we can reach these goals. So for us, the focus is on education, design, monitoring, corporate responsibility, so practice what you preach, and clean recycling. I hope I've shown that in this presentation. So please contact us if you have any further questions, and thank you for your attention. In de rest van de middag natuurlijk ook tijdens de pauze beschikbaar om vragen te beantwoorden van u. Zij heeft ook een geweldig LinkedIn-profiel, hè Suzanne? Dus we kunnen jou gewoon rechtstreeks vragen stellen. Mooi hoe je de R-ladder dan op reuse, refuse aanhaalde, wat ook een belangrijk onderdeel is natuurlijk van de transitieagenda's naar de circulaire
economie. En je zei 5 megaton CO2, hè, door duurzaam in te kopen, eigenlijk duurzaam aan te besteden vanuit de overheid. Wij weten dat de macht en de kracht van de aanbesteden natuurlijk vooral bij de overheid en grote organisaties liggen. Maar alleen al aandacht bij de aanbesteding scheelt natuurlijk enorm veel CO2 wat we nodig hebben in de circulaire economie. Dankjewel. Wij gaan door naar de volgende spreker. Het is een echte innovator, een krachtig en sportief mens. Hij heet Dingeman de Groot en hij is de verkoopdirecteur van Peterson. En ook zo uitgesproken. En Dingeman? Peterson was fout, het is Peterson, mensen. En hij gaat het hebben over de mobiliteit, de logistiek, hoe je energie-efficiënt kunt zijn in de logistiek. De vloer is de jouwe. Dankjewel, dankjewel. Even kijken. Nogmaals, goedemiddag. Sustainability, a new model for energy logistics. Nou, zoals ik al geïnteresseerd ben, mijn naam is Dingeman de Groot. Ik werk voor Peterson Control Union. Het is een wereldwijd globaal bedrijf, begonnen in 1920 en het is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Rotterdam. En we zijn in meerdere landen werkzaam en eigenlijk opgedeeld min of meer, je kan het zien als twee stukken. Peterson houdt zich bezig met de energielogistiek, dus in de sectoren energie, maar dus ook nucleair, olie en gas en renewables. En het stukje Control Union is meer gericht op certificeringen en inspecties. Dan moet je denken aan commodities, zoals kolen, graan, dat soort dingen. Maar ook zelfs op een stukje, als je kijkt naar duurzaamheid en organisch katoen bijvoorbeeld, dat we dus certificeren, maar ook biologisch voedsel, dat je dus dagelijks koopt in de supermarkt. Nou, we hebben zo'n inmiddels zo'n 5000 mensen werkzaam. Terug naar duurzaamheid. Even terug naar wat cijfers die volgens mij veelal bekend zijn. Er is een duidelijk economische groei gaande die positief is. Dat betekent dat we dat vraagt om energie, energieconsumptie. En zoals we weten, daarbij op dit moment stoten we aardig wat CO2 uit. En dat is eigenlijk hetgeen wat we willen reduceren. Als je nou even het energieplaatje erbij betrekt, dan zijn er een heleboel scenario's die op dit moment bekeken worden en ook aangedragen worden door verschillende instanties. Deze is van McKinsey en die geeft duidelijk aan dat we naar veranderingen toe gaan, maar ook zeker de olie nog steeds nodig zullen hebben, ook een stukje kool en in dat hele complexe stukje om die energietransitie werkelijkheid te maken. En een aantal vijf, als je dus naar kijkt waar we nu staan en dat extrapoleert naar de toekomst, dan zie je dus dat je een enorme toename gaat krijgen in transport, maar ook in auto's. En dat betekent allemaal, hoe gaan we ermee om, hoe gaan we daar oplossingen voor zien te vinden om die CO2-emissies te kunnen reduceren en ons doel van Parijs te kunnen halen. Daarbij, als we kijken, dan hebben we natuurlijk, komen we al heel snel het plaatje kosten en investments, hoe gaan we dat doen. Tijd is ook al aangenomen vandaag. De tijd niet naar onze kant. We moeten daadwerkelijk nu acteren om die kansen te benutten. Of ook die oplossingen te zoeken. Dat brengt met zich mee dat als je kijkt om je heen, is er veel volatiliteit onder ons heen. Kijk maar naar de politiek, trade wars, maar ook vanuit het weer, vanuit de klimaatkant. Dat gaat zeker niet minder worden, hoogstwaarschijnlijk. Dus hoe gaan we daarmee om? Dat vraagt ook om een stukje cultuur, dus al die veranderingen bij elkaar en het acteren nu, zullen we toch echt moeten acteren op dit moment. En ook een stukje sustainability. Ik denk dat het ook nog steeds ook een stukje awareness is van jongens, laten we zorgen dat we met z'n allen daar dat op het nummer 1 staat van onze prioriteit. Als we dus in het tenderingproces kijken, aanbestedingen en dat soort dingen. En soms vraag ik me af of we daar nog wel op van zijn. Nou, nu is het tijd om een stukje naar Peterson te stappen. Waar staat Peterson en hoe zijn wij bezig om in dit vlak veranderingen aan te brengen en mee te gaan? Eigenlijk het plaatje geeft een mooi overzicht van onze activiteiten onder andere. Dus we zijn duidelijk aan de rechterkant een stukje warehousing, transport van op de weg, maar ook kades, bezig met boten en vessels om dingen te transporteren. Nou, in dat vlak zijn we heel erg trots om een stukje ISO of ISO 50001 standaard binnen te halen. En daar dus een stukje energiemanagement actief mee bezig te zijn, in kaart te brengen
En dat ook dan te zorgen dat we daar onze emissies en reducties gaan halen om op onze doeleinden terecht te komen. Daarnaast, sustainable purchasing, een stukje achter 80-20, zoals je gezien hebt eerder duidelijk genoemd, is het stukje waar procurement bij ons binnenvalt. En daar zijn we dus ook bezig om te kijken naar hoe kunnen we nou steeds meer naar sustainability gaan. Ook weer links zoeken met Control Union daar, die dus heel veel dingen certificeert en inspect. Om die direct een link met de vorm naar je processing mogelijk heeft. Alternatieve fuel, dus in de worsten op die kabels, die vrachtwagens, voorklips, kranen die draaien. En daar zijn we ook alweer aan het testen geweest om te kijken wat laten we nou eens die brandstoffen veranderen. Hoe kunnen we, wat betekent dat voor ons? Wat heeft het voor gevolgen, et cetera. Daar zijn we actief mee bezig. Ons grootste stuk is vessel sharing en aviation pooling, kom ik zo op. Dus, en dat ook nog een stukje decommissioning. Aan decommissioning zijn we duidelijk op zoek naar partners en partneren om te zorgen dat we ook daarin in het systeem een stukje bijdragen aan het afbreken van deze platforms. Vessel sharing. Daar ga ik zo meteen een stukje video over laten zien. Wat is vessel sharing? Je moet je voorstellen dat je op het Nederlands plat, maar er ongeveer zo'n 150 platformen staan, die moeten allemaal bevoorraad worden met allerlei spullen. En ook de mensen gaan er naartoe en komen er vanaf. En dan ligt dus een hele supply chain omheen. Nou, die supply chain die faciliteert eigenlijk Peterson. Een heel kort stukje. En wij hebben eigenlijk die hele keten gecentraliseerd om te zorgen dat we dus van een sharing concept gebruik kunnen maken. In a big world, we face big challenges. Big challenges that, when addressed right, can be made smaller. At Peterson, we take a more rational approach to make this happen. We look at the how, the why, the when, and the where. We'll question not just what can be done to solve a problem, but how to do it. This means not just doing, it means thinking. If we change the angle of how we look at things, we can see everything from a different perspective. We put our heads together to find answers, and often the answers mean putting resources together. With the industry focus on cost reduction and efficiency, we have adopted a more consultative approach to collaboration and vessel sharing. We've combined the individual elements of CCU tracking, transportation, warehousing and marine services, with logical, innovative thinking and new technology. This has allowed us to develop a proven collaborative business management framework that can be used across the globe. So how does it work? Rather than think of the supply chain in terms of vessel movements, the Peterson approach is to think of combining volumes, distance and capacity. Add supply-based sharing and you have the perfect model for integrated fourth-party logistics. This model, proven over 10 years by our SNS pool in Den Helder, the Netherlands, and used by 9 operators, has already maximized efficiency, removed overcapacity concerns by dramatically reducing the number of vessel movements and, in the process, minimized exposure to the environment. All of this combined has helped to deliver a guaranteed set of consistent quality standards, generated more profitable relationships, reduced operational risk and introduced greater consistency and efficiencies, putting our global expertise, acumen and resources to good use, delivering tangible business benefits. Peterson gives you the power to save millions. Welcome to a new model for the energy industry supply chain. Dat is dat stukje, moet ik eerlijk toegeven, is natuurlijk enorm op kost gedreven. Maar ik moet niet vergeten wat voor stappen we gemaakt hebben, ook ten opzichte van je energiereductie. Dat je, als je nu kijkt, dit is een overview van die activiteit, die SNS-groep, dat is een sharing. En je ziet gewoon dat je doen met 9 operators samen, die in Nederland-Noord zijn actief zijn. En dat zijn dus 150 verschillende productieplatformen die bevoorraad worden. En als je dat dan eigenlijk zal opbreken en alle operators zouden het individueel oppakken, dan zijn er niet twee keer zoveel, maar mogelijk
hoogstwaarschijnlijk 3 tot 4 keer zoveel boten rondvaren. Die je dus niet met veel capaciteit benut. Dat zijn dus goede savings en daar wij dus ook fuel en dat soort dingen. En ook op het mensen op het vlak. Want eigenlijk die supply chain wordt natuurlijk veel kleiner. En dat heeft dus ook in dat geval wel tot gevolgen. En dat is soms ook lastig voor die operators om. Dat kan dus misschien banen kosten van bepaalde mensen. Omdat je natuurlijk dit soort efficiëntieslagen gaat maken. Dat is ook wel een beetje een stukje als je gaat kijken naar het grotere plaatje. Hebben we dit nou al wereldwijd overal toegepast? Nee, we zijn nog hard bezig stappen te maken. Maar er is nog veel te doen. Daarnaast, de tweede pool is de Central North Sea, rondom gecentreerd in Berlin. Die is wat kleiner, die is groeiende, die is net begonnen. En we zijn ook druk bezig en het heeft heel veel tractie op dit moment. En daar maken we ook goede slagen. Dit stukje heeft geen geluid, maar dit is eigenlijk een beetje het Uberizing van een stukje wat ik net liet zien. Waarbij het, in dit geval je kan zien van ik heb een bepaalde locatie, ik moet wat versturen. Hoe ga ik dat doen? Wat zijn de mogelijkheden? En ga je gang, je bent zelf in charge. En het platform laat je dus hier volledig kiezen hoe en jouw stukje goederen wil verschepen. Om het echt veel gebruiksvriendelijker te maken en eigenlijk het Uberizing van B2C in B2B toe te passen. En hier kun je meteen een overzicht te zien van de kosten, maar ook de savings in CO2 in ton in dit geval. Dus, ook een mooi overzicht om steeds te zien. Zoals ik al zei, waar staan we nu? Nou, we zijn duidelijk bezig om dit model uit te breiden. Er zijn 2 locaties zoals net genoemd. En de andere locaties hier te zien, zijn we druk bezig om het daadwerkelijk ook uit te rollen of in het werk te zetten. En eigenlijk op dit moment zelfs in het Midden-Oosten met 2 van mijn collega's. En praten met rondom Qatar om te zorgen om te kijken of we dit dus daar op toe kunnen passen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een heleboel helikopterbewegingen en dat ook pakken we dus op dezelfde manier op. Dus niet alleen met de vessel sharing, maar ook aviation pooling. Dus in dit geval doen we niet alle operators mee. Dit gaat ook om Den Helder. Maar dan nog zie je dat we ook hier weer. Door het sharing concept, de sharing economy, wel bekend met Uber en Airbnb, dat je toch een hoop slagen kan maken in de efficiëntie. En ik denk, gekeken naar de algemene research die veel gedaan wordt rondom de energie, de 2 grootste factoren die we toe kunnen passen is nog steeds de energie-efficiëntie verhogen en een stukje renewables, dat is een gek dat die renewables aanhouden. Dus daar zijn we hard mee bezig. Dan wil ik nog eigenlijk net even aanraken, de decommissioning. Dat is niet. Het is in ieder geval goed en mooi om te zien dat we daar dus ook. Het lukt om zo'n heel platform volledig af te breken en heel veel van het eigenlijk weer te kunnen hergebruiken. En dat doen we dus samen met partners. En daar is ook een stukje collaboration zo belangrijk om met elkaar te doen en elkaar sterkte te benutten om dit soort slagen te kunnen maken. Global Sustainable Enterprise System. We zijn deelnemers en we zijn hard bezig om ons te meten, langs de meetlat te liggen van alle stukjes die Kelly voorgeschoten heeft. En dat het een ontzettend goed initiatief is. Dus we zijn druk bezig. We hopen binnen de komende weken ook ons dashboard zeg maar, ready te hebben. Zodat iedereen zichtbaar is en dat we hard mee aan de slag gaan. En ik denk dat het een initiatief moet zijn wat door veel mensen gedragen wordt. Een stukje vertrouwen. Openheid, transparantie is key om dit tot een goed succes te brengen. Dankjewel. We gaan delen met schepen en met helikopters, Uberization van deze markt en een deel aan het platform. En dit is een catchbox, die kun je ook delen. Heb jij al de eerste vraag? Daar komt ie, hè? Het leven is gevaarlijk als je bij je staat voor je bij komt. Hoor jij?
Zo gaan we dat doen vanmiddag. Dan blijft het ook een beetje in beweging. Kunt u het? Ja. Als je, wil je even voorstellen? Ja. Dat is fijn. Hi, ik ben Marieke Aerts van Urban Pop-up. Ik vroeg me af, je had toch altijd al gewoon dat je een deelcontainer kon huren? Ja, klopt. Maar wat is er dan anders aan het delen van containers? Nou, dat is misschien lastig om mee te pakken. Als je in de offshore kijkt, dan heb je niet over de grote zeecontainers, de 20 voet en dat soort containers, maar veel meer kleinere containers die echt in de offshore voor de olieplatformen bedoeld zijn om te kunnen liften aan zogenaamde shackles. En dat gaat dus wel om wat andere containers. Dus als je kijkt naar dat stukje, wat wij dus ook doen, is het stukje het laden van die container zelf. Dus als die voor de NAM of voor TACA, et cetera, dan zullen wij dan nemen wij dat hele klein stukje daar uit handen. De Uberizing waar ik het over heb is meer op het stukje van de schepen. Dus je hebt een container of van iets wat je wil beschepen. En datgene bieden we dus een platform aan om dat te kunnen, nou ja, economisch te kunnen beschepen in plaats van je eigen boot te moeten in. Ja, misschien ter aanvulling, we hebben wel eens een artikel geschreven. Dat is heel normaal. Kan jij vak? Ja? Ja? Ja, ik kan het wel. Als containers van glas zouden zijn, want het kunnen delen is toch weer iets anders dan het delen zelf. En ik zag een aantal toeltjes waardoor het veel gebruikers vriendelijker wordt om te delen. Dus 50% van de vrachtwagens, om een voorbeeldje te geven, die rijden ongeveer leeg in Nederland. Dat is toch iets erger. En dat geldt natuurlijk ook voor containers en de schepen, toch? Absoluut. Zijn er nog meer vragen? Komt-ie, hè? Wil jij gooien? Zullen we een minuut paar? Ik ben niet blind, maar ik ga het toch proberen. Ja, mijn naam is Kassie Kosma van Regeneration Design. Ik ben Innovation Designer en ik let vooral op hoe initiatieven worden gecommuniceerd. En ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil meer een opmerking plaatsen als dat mag. Ja, tuurlijk. Ik vond het filmpje over het vessel sharing echt heel goed gemaakt. Alleen waarom op het einde dan weer communiceren, it can save you millions? Ik zou eerder bijvoorbeeld communiceren wat dan bijvoorbeeld de ecologische waarde of de sociale waarde zou zijn. Dus dat is bij deze een opmerking. Ja, nou, dank je. Ik neem me zeker mee. Ik hoorde eerder van een communicatieadviseur dat je de gouden, de grijze en de groene hebt. En de grijze, dat is eigenlijk doelgroependifferentiatie. De grijze zijn mensen die je met financiële prikkels kunt overtuigen voor duurzaamheid. De gouden, dat zijn de dames met trendy magazines en mooie kleertjes. Of de heren met mooie horloges, vaak in CEO-functies of zo. En dan heb je nog de groene, de innovators, die zitten vooraan. Dus die beginnen met zo'n Prius, maar tegen de tijd dat het er is, is die alweer verouderd, willen ze graag een andere hebben. Dus misschien communicatie op de drie doelgroepen, toch? Nog één vraag hebben we tijd voor, klopt dat, Jan? We hebben nog 4 minuten. Heb jij een vraag, hè? Ik begin, ja, een beetje, het is hartstikke leuk dat jij voorin zit, maar ik wil een keer naar achteren gooien. Ja. Hé, hey, dat was niet slecht, hè? Heel goed gericht. Stijn Kroes van de Universiteit Utrecht. Als we dingen efficiënter en goedkoper maken, is heel loflijk, maar wat we vaak zien, is dat het daardoor meer wordt gebruikt. En we zien het aan de efficiëntie van de luchtvaart ook. Het wordt goedkoper, efficiënter en dus gaan we met z'n allen meer vliegen. Dus om echt die zeevaart te veranderen, zou je eigenlijk weer moeten gaan zeilen. Waarom gebeurt dat niet? Dat is een hele goede vraag. Ik kan een kleine kanttekening maken dat we hebben het hier voor ons in ieder geval, en dat is, nou, dat is lastig, niet helemaal overgekomen, denk ik, de offshore kant. Met de PSV's, dus de Platform Supply Vessels, dat is een ander soort, ja, een markt of sector waar we in ons begeven. En daarin valt het steeds hetzelfde. Ik bedoel, daar zijn ook goederen die van A naar B en terug versleept worden. Dus daar in principe zou het ook kunnen. Ik ben sowieso van mening dat we die stappen gaan maken, dat daar een andere energie gebruikt gaan worden. Maar als je kijkt naar een stukje Noordzee, dus de SNS-pool, daar faciliteren wij de volledige supply chain. Dus wij maken de beslissingen wat die boot doet en waar die naartoe gaat. Dus in dat opzicht is het alleen maar
niet zo zinvol voor onszelf als we het in meer bewegingen gaan laten maken, want uiteindelijk is ons kostenplaatje ook alleen maar hoger. Dus in dat geval zijn wij, alles valt binnen ons eigen belang. Dus maar in dat geval waarin je dus dat niet zo is, dan is inderdaad gebeuren dit soort dingen. Ja, absoluut. Ja, probeer het maar, dus je mag ook gaan staan. Oeh, kijk, ik ga zo naar je toe, heel veel, maar de cashbox die kwam al. Ik had hier nog een paar en achterin er weer iemand. Jos, mag je even opslaan dat ze dadelijk bij je toe komt? Hij stok zo ook lekker achterin, hoor. Ik werk ook op Peterson. Ik ben zelf bezig met duurzaamheid. Ik ben zelf lekker. Ik ga meer opmerking op vragen. Oh, dankjewel. Je zit in de microfoon. Sorry. Heeft iedereen mij wel verstaan? Ik ben Ruud Zandstra, ik werk ook voor Peterson. Ik ben zelf bezig met het GZ-systeem. En ik had ook een opmerking op de vraag die ik stelde. Want je ziet inderdaad dat bij het varen van haven naar haven, dus inderdaad de grote containers, daar wordt er al gekeken naar kites, een groot zeil op de boten. En dat is bij ons dus ook voorbij gekomen. Alleen het vergt nog wel wat studie als je niet de hele tijd over één windrichting gaat om daar een zeil op te voeren. Dus daar heb ik wel naar gekeken. Ja, dankjewel. Kun je maar van de Jos voor je? Die zit hiervoor. Ja, we hebben elkaar al even ontmoet met Jos Schild van Hoornhorstkoning DV, ook duurzaamheidscoördinator. En als ik het even heel erg plat sla, datgene wat je net vertelde gaat voor mij gevoel vooral over efficiëntie. En datgene wat slecht is, maakt je minder slecht. En minder emissie, minder kilometers, minder onnodige schepen die varen. Kun je ook aangeven wat je meer beter maakt? Wat voeg je toe voor de klanten die je hebt, dat ze echt een positieve impact hebben op het gebied van duurzaamheid? Wat verandert er bij de klanten? Dat vraag ik uit. Op het stukje hier, verkorten van de cycle, op zich, ja, met z'n allen zijn we dus meer efficiënt en verlagen ze dus de emissies en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat we aan dit stukje, dus bijvoorbeeld wel aan de Control Union kant, waarbij we heel erg met andere vlakken met duurzaamheid bezig zijn, certificeringen, is dat dan ons stukje wat puur op efficiëntie gedreven is. Ja, en dat is ook goed natuurlijk, hè? Dat het wel moet zijn. Nou, dat is mooi. Kom, Jos. Ja, dat was de laatste vraag. Delen is vermenigvuldigen. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, Dingman. We gaan door naar Ilko Smit. Hij is van Philips. En hij gaat eigenlijk met ons droom, hè? Heb ik begrepen. Ja. Is het hoor? Maar neem ons eens mee in de droom van Philips. Yeah, thanks. Hi everyone, I'm Ilko, I'm working for Philips. When I just sort of sat in my chair, I realized I actually didn't put the corporate slide on the slide deck. And it's maybe good just to say a few words about Philips, because Philips has really been a company in change. The company that you know, Philips, may actually not be the company that we are today. We are at this moment a health tech organization, as we say, right? We're focusing on the health continuum from healthy living through diagnosis, treatment, home health care, and hopefully back to healthy living. So some parts of the organization that you know very well, light bulbs and stuff, actually we've divested from that business. So TVs, consumer electronics, radios, lighting equipment, still sold under the Philips brand, but actually not manufactured, managed by Philips anymore. So if you have any questions later on in the journey, in the presentation on those topics, I may be able to answer them sort of offline, but on the stage, let's focus on that healthcare part. Healthy living, consumer products, but not go into the lighting element of the business. The topic of today, right? Products versus propositions. I thought I also read that I would be talking about dreams and all that stuff. And I thought, okay, let's have a look at the Philips story, the ambition, what we want to achieve, and then try to bring it back to products, make it very, you know, concrete, and also see maybe where the limitations are when you're talking about products. I'm going to talk about circular economy. I thought. So, you know, knowing that I was the third speaker, maybe not the full introduction of what we understand by circular economy. I'm sure that we are one of the 41, right, that have a definition for that topic. But maybe very quickly touch upon sort of why circular economy, or why are we actually working on this? And it's pretty obvious, right? We have
a resource problem, right? I mean, we're already using way more resources, I think maybe 1.5 planets at this moment. We've got a very big rise in population, expecting to double the middle class by 2030. So we're already using too much. We're going to increase using that even more. And that very clearly generates a waste problem. You know, I think very much top of mind, everyone, plastics, ocean, right? You know, stuff in the sea. But I think also e-waste, right? We've all seen those pictures of burning e-waste heaps in Nigeria, Ghana, and the likes. So we're already using too much today. We're going to use even more in the future, and we don't have our waste management practices in place. So very clearly there's a need to actually start dealing with that issue and create a circular economy. Luckily, it's not all bad news. There's actually also some trends out there, which at least for Philips make it very interesting to look at the circular economy. I think first and foremost, there is the what we call the value-based healthcare. So there's very much a focus. You know, everyone understands that healthcare is too expensive at this moment, and there's a shift towards much more efficient ways of delivering care, cheaper ways of delivering care, and it also coincides very much with dematerialization of care, right? Doing things more virtual, online, those kind of things. Secondly, also digital technology. We know nowadays very often where our products are, these big machines, and we know how they're being used, right? We know how often they're being used, which is also one of the enablers for a circular economy. If you ever want to move to a pay-per-scan business model, it's pretty relevant to know where actually the product is and how often it's being used. 5 years ago, very difficult to do. Today, a reality, can be done. Last point here, changing consumption patterns. We've, I think, touched on this a number of times. Very clear, of course, in the user domain, right? We can see Spotify, Uber, and all those examples, but it doesn't just stay in the consumer space, we can also see it happening in the B2B domain. Right? Many more companies, not necessarily interested in owning technology, but much more interested in using technology, right? Being able to use the technology to perform the healthcare service in the hospital that they require. And you know, who wants to own an MRI scan? No one, it's not really cool. We don't need that. We still want a car, but maybe not an MRI scan. So if we maybe take a step back, right, and look at circular economy and look why we think in certain in Philips we're sometimes doing the right things. What you see on the screen here is our mission and vision. It's very great, very visible, sustainability, and we want to improve people's lives. And that's pretty cool, right? This is not our sustainability mission and vision, this is the company mission and vision. And that helps a lot. If you're in a sustainability department and this is your vision of the organization, that makes my life pretty easy. Right? If I have a discussion with one of my business managers, I just got a point to this. I think this is what we're here to do. Right? You know? This is what the company wants. Right? So I mean, what do we do in your business group? So that helps. So we have a very clear mission and vision when it comes to sustainability. Maybe very quickly, you know, also there, a lot of definitions around sustainability. This is the one that we use. Now, this is terribly complicated, so let me spend a few minutes time. Yeah, to actually explain what that means. On the horizontal axis, we have the Human Development Index, calculated by the UN. It's a means to express how well developed a country is. So we're looking at economic impact indicators, healthcare indicators, social indicators, and a way to, you know, express how well developed a country is. On the vertical axis, we have the sustainable planet, what we call it the ecological footprint, so measured by the number of planets being consumed by a country. So you can plot different countries on the graph. You can start here, you know, Africa, Latin America, moving up, Europe, the pinky ones, and the two big sort of orangey red ones are the US and Canada. So there's a very clear correlation at this moment between human development and the ecological footprint. Right? Countries that are low in human development, they also have a low environmental footprint, easily within the one planet limit. But countries that have a high human development index actually also have a very high ecological footprint. Now the definition of sustainability is if human development is over 0.8, that's what the UN came up with, that's what we call highly developed countries, and on the other side, like one planet limit. So if we have countries that would stay within that little box, that's what we call sustainability. So also if we look at Philips, and look at what do we want to do when we look at sustainability, it's actually about helping people to get into this box. So we're focusing on sort of a dual approach, right? Helping people, sustainable planet. That's also the name of our sustainability program. So what do? On the top, mission and vision, we've got the healthy people, sustainable planet, linking that of course towards the SDGs, because we all want to help towards the SDGs. So health and well-being, SDG 3, sustainable consumption and production number 12, and climate action number 13. So that's a bit the structure of our sustainability program. And circular economy sits very clearly here in the sustainable materials part of that program. Focusing on resources, material use, what kind of materials are we using. So that's a bit the idea of the sustainability program at Philips. And why do we do it? Because it is
we produce an awful lot of products. In the healthcare domain, maybe not so much, right? There are few, they're very big and very expensive. And in the consumer domain, there are many, right? And it's a big amount of waste that's being generated every year. And that's something that we gotta take very, very seriously. We cannot allow that stuff just keeps on ending up in waste heaps. And luckily, we have a CEO, he's very committed to the topic. Frans van Houten, he talks about the circular economy pretty much everywhere he goes, and it's really true to what he believes. And he's really pushing us, the sustainability team, as the organization, to really take steps towards becoming a circular organization. So far, right, things are pretty good. We have a strategy, we have a program, we have a CEO who wants to do this, we even have some targets, it's pretty great. So far, we're doing great, right? We want to make sure that 15% of our revenues are coming from circular economy products, services, and solutions. We want to make sure that in our operations, our factory sites, 90% of the waste is being recycled, no waste to landfill. And we want to make sure at the end there that we close the loop on all our large medical equipment by 2020 and extend it to all medical equipment by 2025. So we even have targets, it's going really well. And actually, you know, circular economy is not that complicated. You know, we know what we want to do. We just tell our engineers, make a circular product, design it circularly. Actually, we told that guy over there to make a circular product, and over here we just told him to just make any product. Right? Just make a really good ultrasound machine. And the difference is right here. Right? On that part of the screen, 15 seconds. This one keeps running for quite some time. I'm not even sure if we're going to reach the end of it. And, you know, was this guy much smarter? The team who developed this? No. Right? Very smart team. But over there, probably the same guys, 5 years beyond. The only difference between the two videos, so over here, we specifically asked them to design the product for a circular economy. At the beginning of the project, we told them, you know, no, this product is very important. There's one part there, it's located, it fails after 5 years, so we got to be able to access that and replace it so the machine can keep functioning. On that part, we didn't do it. It keeps going forever and ever. So, you know, it's really easy circular economy, right? We got a mission, we got a vision, we got a strategy, we got targets, we got a CEO. And we can make products that are circular. What is the problem? Well, it doesn't always work like that. Over here, you got an example, two kitchen machines, right? Sort of look the same. They do the same. You can make food in them. That one's from aluminum. I think that's stainless steel. Not so much of a difference if you look at them. But there is one, and that is the guarantee. That's a standard model, 2 years warranty. This was the special, robust version, right? 15 years warranty. Should be very strong. So this is a typical sort of long life business model, right? This is, we wanted to really go one step further. Both are a commercial success in its own right, but that one is way, way, way more successful. You know, that one we sell by the millions, that one we sold by the thousands. And not because we didn't want to, but simply because the consumer somehow didn't get it. And this is what we see very often, right? On some parts it's very easy. You know, consumer wants something, we tell our engineers to do it, we got a circular product out there, big success. And on other events, we have a product where we think this has to be circular, we design it to be circular, the customer wants it to be circular, and then maybe it doesn't work as well. And when we started to analyze this and take a step back, we started to see, well, it's not just about the product, it's not just about the strategy, it's not just about the CEO who wants to be sustainable, but it's much more looking at the, entire what we call value proposition of products. And circular design is really becoming the buzzword these days. At least when I'm coming to every conference, right? I'm always being told we've got to design more circular, we've got to do things more circular. And it's true, but if you only look at the product, it doesn't really work. So what we think is, you got to look at, you know, the customer, the company, and the product. If you look at the top line, this is the linear version, right? We respond to a customer need once, right? Very simple linear transaction. We sell a product once, and the product in the end ends up on, you know, at best, the recycling system, being recycled into materials. And what we'd like to do in a circular economy makes that change so we actually address all of these. So to the consumer, we want to build a long-term relationship, right? Being able to come back to the consumer over and over again. We want to make a means where we actually capture that value over and over again. So not one transaction, but maybe multiple transactions, right? Or continuous transactions with the customer. And that also means that we gotta design the product with circularity in mind. This for us, we found it to be very useful when looking at products and innovation to make products that are really successful in a circular economy. Got an example here, it's called Lumify. Lumify is a portable ultrasound. So the machine that you've seen in the little video, right? Big machine, everyone who's had a baby here has ever been with an ultrasound machine. That can actually be done much smaller.
right, this is a transducer connected into your phone, tablet, and it can offer very similar service, not exactly the same, but a very high quality imaging as well. The cool thing about this is actually not for sale. It's mainly for lease. So people can actually get access to the device, because again, who wants to own an ultrasound machine? We want to be able to get those images out there. So what we did over here is we took a very different approach. Right? We looked at what are the customer needs. These are medical professionals who want to actually make images at point of contact with the customer. Right? Not to bring the customer to the ultrasound machine, but actually being able to bring the ultrasound machine towards the customer, to the customer. Very, very clear benefit for the customer to want this device, because it is something very, very different from a traditional ultrasound machine. From Philips, we offer different transducers, different price points, and it's a completely new market for us to open. The impact is here, we can actually develop a product which is really fit for a circular economy. So from scratch, right, really building that product, being able to refurbish, repair, and resell over and over again. Because here we took really a holistic approach. If I have to summarize that, what do we think, right? If we look at product design, it's a mistake to just look at that product. You have to look at the business model, right? You have to look at the customer and at the product at the same time. And only then we can really develop, design, and sell circular products. That's my story for today. Dankjewel voor je prachtige verhaal. Wie heeft er vragen aan Ilko? Nou, bij jou durf ik een matje harder voor je. Hier komt ie. Ik had een vraag over... Wil je toch even voorstellen? Oh ja, sorry. Mijn naam is Lonke de Kort van Book Different. Ik had een vraag over die prachtige site waarbij je inderdaad de een aarde gebruiker, zal ik maar zeggen, ten opzichte van duurzaamheid afzet. Zo'n scanner kan ik me voorstellen dat juist in landen die onder die 1 jaar lifecycle zitten, dat die daar juist extra op zijn plaats is. Hoort dat ook bij het onderdeel van wat je wil zorgen dat de meeste bedrijven en mensen daar ook terechtkomen? Dus dat je dat op een andere manier dan tegen een andere prijs of misschien wel met een beter leasecontract of iets in die richting, ja, dan ook in de wereld zit? Ja, dat zal ik in het Nederlands doen. Voor ons zijn wat de levens willen verbeteren, 3 miljard levens, daar zit een hele berekening achter. En in Nederland hebben we al zo'n beetje elke leven verbeterd. Dus als we die 3 miljard levens willen behalen, dan zullen we inderdaad weg moeten uit alleen maar de ontwikkelde wereld, maar ook naar landen zoals Afrika, maar ook delen van Latijns-Amerika. Dus we hebben een extra doelstelling hier, access to care for the underserved communities. Dus we hebben een subdoel van die 3 miljard, willen we 300 miljoen levens extra verbeteren in onderontwikkelde healthcare landen. En dat gaat dan bijvoorbeeld om, nou, daar kunnen refurbished machines naartoe, community life centers, dus dat zijn echt speciale, ja, primary healthcare locaties in Afrika, waar mensen naartoe kunnen gaan. Op een soort van huisartsenpost, wat misvaak in Afrika. En heel veel oplossingen om specifiek te werken aan mensen om weghelpen, om inderdaad te ontwikkelen als op die manier dan. Dankjewel, ik zag nog een vraag. Daar komt ie. Ja, goed weer. Thanks for that. Rob van der Pol, adviesbureau at Einstein. Let's stick to English because there are foreigners here. Yeah. As well. Your statement about reaching 3 billion people, yeah, life worthwhile or healthier, bit of a statement. Mm-hmm. Could you elaborate on that? How do you measure? Well, I mean, we need another 15 minutes to do that. But yes, I mean, there's a measurement method. It's explained in a lot of detail in the annual report, so if you want to read all the details there. But basically what we do is there are 3 ways to improve a life, we say. Right? It's either by treating someone, it's either by helping people to live a healthy lifestyle, or it's by providing what we call a green product. And green products are products that are substantially better than the average product out on the market in terms of energy consumption, materials, packaging, that kind of stuff. So 3 ways to improve a life. And then there's an entire spreadsheet tool, right, to actually calculate how many products have we sold, how many products are out on the market, right, how many lives have we then touched. Eliminate double counts, because you could well be touched by a medical machine, right, during a treatment in a hospital, and have a green product, and live a healthy lifestyle. So there's a complete way of calculating it, and we report every quarter. So if you're interested, you can watch every quarter on results.philips.com. You can see how we move forward close to that 3 billion target. Thank you very much. Hopefully that statement will remain longer instead of the Rabobank statement that hunger is not young. I don't hear that statement anymore. Oké, dankjewel.
We gaan door in het programma als jullie het goed vinden. Nogmaals een applaus voor Otto. We gaan door naar Boskalis. En ik begrijp Paula en Joost. Paula die zit bij Boskalis reeds 5 jaar. Zij is lid van het Jong Boskalis bestuur. Professioneel werkt ze keihard aan duurzaamheid, maar vooral ook uit het hart. Kom erbij, Paula. En ook Joost Rijnsdorp graag op het podium vanuit Boskalis, verantwoordelijk voor het MVO-beleid. Jullie worden nog geassisteerd, begrijp ik net. Ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zie zeer verbaasd gezicht erbij. MVO Nederland, Marjolein van Gent wilde nog graag wat zeggen tegen jullie, namens jullie, want zij zijn betrokken bij wat, zij is betrokken, MVO Nederland is betrokken bij wat jullie doen. Jij mag eerst, als je het goed vindt, dan gaan wij even aan de bak hangen, toch? Ja. Ja. In English, I heard, because there are international people in the room. I'm just going to do a short introduction, especially of Joost, because we as CSR Netherlands initiated this project that in the end led to the blue scan, and Joost will talk about that later. So, CSR Netherlands, we are a network organization. We work with over 2,000 Dutch companies on CSR. And I'm from the international team. We work mainly on international value change and improving the impact of these Dutch companies internationally. And in 2015, we worked in the maritime sector, did a sector analysis of all the things that CSR issues that were going on. And we were looking for initiatives and projects to start and to promote and to help. That were actually sector driven and for which there wasn't demand. And then Joost in one of our meetings came up and said, we have this amazing thing to look at our suppliers called Meet the Buyer, but what we notice is that in the industry everybody has their own standard and they do their own thing. So what I would really, really love to see is more a combined effort. And we decided to work with this project. First, the project was called Sustainable Procurement in the Maritime Industry, but later rephrased to be called Blue Scan, built by Smart Trackers and now incorporated in GSES. And I would really like to thank Joost for his initiative in this, and I'll give him the floor now. Well, good afternoon, everyone. My name is Paula Ockerman, and I'm a contract manager and business analyst with Boskalis. And as Maria already mentioned, Maar als lid van onderdeel van het Jong Boskalis bestuur ben ik eigenlijk actief betrokken bij best wel een hoop initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Voor de mensen die het misschien niet weten, wij zijn Boskalis, zijn we een grote internationale maritieme dienstverlener. En wij zijn actief op het gebied van dredging en in- en infra, offshore en towage en salvage. Wat we vandaag eigenlijk willen doen, is mijn collega en ik willen eigenlijk kort toelichten hoe wij als Boskalis invulling geven aan het containerbegrip duurzaamheid. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik eigenlijk kort beginnen met een leuk filmpje. Of die start. We hebben hem getest. Doet hij het? Ja. One day, we will wake up to find that the energy that powers the alarm clock came from the breeze through the trees the night before. And we will go to work that morning riding the rays of the sun. It will light our cities and power our businesses. It will warm our homes and cool our workplaces. It will reduce sources of conflict and fuel our economies. It will connect us all. It won't scar the land,
or poison disease. The food we eat will be good for our bodies and good for the planet. And the weather that day won't make us worry for tomorrow. There will be more jobs and less disease. The sea level will stop rising. And species will stop dying. The question is, how do we get to that day from where we are today? All 7.3 billion of us. De boodschap is volgens mij duidelijk, maar hoe geven wij als Boscalis hier nu invulling aan? De basis van onze CSR-strategie is eigenlijk onze materialiteitsanalyse, hoe het wordt. Die gebaseerd is op 4 hoofdpilaren. Dat is impact on local communities, impact on the environment, care for human capital en responsible business conduct. Wat we vervolgens hebben gedaan is, we hebben een enquête ontwikkeld waarin we al onze stakeholders hebben gevraagd welke van deze onderwerpen zij nu in welke mate belangrijk vinden. En dat vervolgens geplot in een matrix. En daarna hebben ze ook nog eens gekoppeld aan de relevante Sustainable Development Goals. Vandaag willen we eigenlijk wat concrete initiatieven toelichten die vallen onder de Responsible Business Conduct Pilot. We zijn in 2012 gestart met het Meet the Buyer project. En hierbij hebben we een aantal van onze strategische leveranciers genodigd en gevraagd van: wat doen jullie nou op het gebied van duurzaamheid? En wat zouden jullie daar concreet voor ons in kunnen betekenen? Dit heeft eigenlijk geleid tot een aantal zeer interessante projecten, waarbij denk ik de gedragscode implementatiescan een van de meest significante is. Wat we hebben gedaan is, we hebben een gedragscode voor toeleveranciers ontwikkeld, die een integraal onderdeel vormt van eigenlijk alle raamovereenkomsten en contracten die we hebben bij Boscalis. Maar om te voorkomen dat dit een papieren exercitie wordt, hebben we een extern adviesbureau gevraagd om een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen om te toetsen in welke mate onze leveranciers zich ook nu daadwerkelijk aan deze gedragscode conformeren. Nou, op deze manier doen we elk jaar bezoeken we ongeveer 10% van onze leveranciers. En het resultaat van deze assessment wordt vervolgens in deze risicomatrix geplot, waarbij op de ene as ziet zeg maar, in welke mate de leverancier een potentieel risico vormt met betrekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen, maar ook op de algemene bedrijfsvoering van Boscalis zelf. En op deze manier hebben we de afgelopen 5 jaar ongeveer 90 leveranciers bezocht, waarvan 27 in het buitenland in 16 verschillende landen. Wat we ook hebben gedaan is dat we in de tweede lijn en de derde lijn zijn gaan kijken. Dus bijvoorbeeld een overal leverancier uit Noorwegen, die laat het weer maken in Tunesië en krijgt zijn stof weer aangeleverd vanuit China. Dan zijn wij met die leverancier naar China gegaan om te kijken hoe zij daar hoe zij omgaan met veiligheid, met mensenrechten, noem maar. Een ander interessant initiatief wat mijn collega Joost wat verder gaat toelichten. Floor is yours. Dankjewel, Paul. Ik wil even bedanken dat ik hier mag staan. Ik had dit ook 5 jaar geleden niet kunnen denken. En ik vond het ook heel mooi waar Annemarie over begon. Dat we doortrappers nodig hebben. Maar als je alleen fietst, ga je misschien sneller. Maar samen kom je verder. En daar geloof ik heilig in, ook in het hele verduurzamen van de supply chain. Wat we hebben gedaan, zoals al bij de intro even geschetst werd, we hebben een gedragscode implementatiescan ontwikkeld. Waar wij als Boscalis een eer en geweten kijken in de keten. Maar ik dacht, ja, we zijn een aardig bedrijf en we hebben het 90 gedaan. Hoe kunnen we dat nou versnellen? Pitch bij RVO Nederland, uiteindelijk met 7 partijen rond de tafel zitten en de Blue Scan ontwikkeld. Waar ISC en POM en Eriks en Teunissen en 20 allemaal hun eigen methodiek hadden. Nou, dat is een hele uitdaging geweest om dat te harmoniseren. Dat is gelukt. Maar toen bleek eigenlijk dat wij het allemaal heel erg druk hebben met onze eigen activiteiten en helemaal niet tot het verkopen van de tool komen. We hadden dit voorjaar een sessie van MVM Nederland en daar kwam ik Kelly tegen. Ja, ik heb buitengewoon goed zeg maar, met marketingconcepten bedrijven. En met heel veel enthousiasme en nog breder.
dat wij als Founding Fathers hebben besluiten om de Blue Scanner integraal onderdeel te laten worden van Nederland Duurzaamheid en Business Tool in het bijzonder. Dat over dit initiatief. Wat hebben we ook gedaan over circulariteit? Dat is best wel een uitdagend project geweest. Wij baggeren op twee manieren. We hebben hopperzuigers, hele grote stofzuigers, die in het ruim van het schip zand meenemen. Of als de grond heel hard is, dan doen we dat met een snijkop. Je ziet hier links, daar zitten tanden op, die noemen we pickpoints. En naar gelang de hardheid van de grond verslijten die soms in half uur, twee uur, afhankelijk van de grond, zoals ik zei. Normaal gesproken verkochten we die, vervreemden die lokaal. Die kreeg de bemanning daar een biergeldje voor. Nou, op een gegeven moment heb ik gezegd dat is belachelijk, want het is natuurlijk heel duurzaam materiaal. Er is een tekort aan deze grondstoffen. Kunnen we nou niet komen tot een samenwerking in de keten? En samen kom je verder. Dus ik heb daar contact over genomen op met een aantal engineering en gieterijen. We hebben modulaire bakjes gemaakt. We hebben duizenden van in de wereld staan. Waar de nieuwe tanden in aangeleverd worden en de oude terug. En die verschepen we weer, deze keer, terug naar de gieterijen. Waardoor de keten, zeg maar, geborgd is en de gieterij de grondstoffen weer kan gebruiken naar ons land. Wat ook belangrijk is, dat we deze materialen voor onze zeer kapitaalkrachtige intensieve schepen niet kopen op prijs, maar op standtijd. Ik betaal liever meer dat ik er langer mee kan werken, dan dat ik, zeg maar, aan de onderkant van de prijsspiraal ga zitten. Dit ben ik ook bijzonder, eigenlijk heel trots op. 3 jaar geleden hebben we een samenwerking getekend met een partij die heet Good Fuels, Wartsela en Boskalis, om te kijken of we de scheepvaart kunnen gaan voorzien van biobrandstof. Dit initiatief komt voort uit de Meet the Buyer-sessie waar Paula aan refereerde. Toen zaten we met KLM op tafel. KLM zei, je kan CO2 afkopen door bomen te planten of een ander programma. En zei ik, ja, maar dat kan iedereen, hebben jullie iets anders? En toen bleek dat KLM op het punt stond een samenwerking te tekenen met Argos onder naam Sky Energy om biobrandstof voor de luchtvaart. Dat staat nog steeds. Maar die hadden een probleem om volume in de markt te zetten. En toen heb ik aangeboden om voor 1 jaar lang al onze zandkiepauto's, waar we er heel veel van hebben in Nederland, op een B30 te laten rijden. Dus 70% diesel en 30% afgewerkte frituurolie. Ik heb dat niet verteld aan de rijders van de vrachtauto. Ik was een beetje bang dat ze dan misschien nog meer frikandellen en kroketten en bitterballen gingen eten, niet zo duurzaam is. Nee, het ging met name om, zouden ze nou performance verschillen? Nou, die zijn er niet. Het is buitengewoon succesvol gedaan. Uiteindelijk is de baas van Sky Energy, de heer Kronemeijer, voor zichzelf begonnen onder de naam Good Fuels, maar we zijn altijd in contact gebleven. Dus we hebben in 2016, dit is de Marco Wadderings, dat is natuurlijk voor natuurmonumenten, waar we Marco Wadder verdiepen, eilanden maken, hebben we bijna 1 jaar gedraaid op een biobrandstof tot 52% bijmenging. Nou, tot slot hebben we recentelijk in samenwerking met Tennet besloten dat al onze schepen die betrokken zijn bij borstelen op een bioblend gaan varen. Dat zijn dus baggerschepen, stenenstorters, kabelleggers, kraanschepen en sleepboten. Waardoor we nog meer volume in de markt zetten en ook heilig in geloven dat het op een volledig duurzame manier kan. Wij als Boskalis nodigen iedereen uit om mee te denken. Ik hoop jullie ook dadelijk bij de koffie of de borrel nog te spreken. Kom naar ons toe. We staan open voor initiatieven en we maken er samen een nog mooier wereld van. Super, dankjewel. Inderdaad naar de pauze. Ik denk dat iedereen het lekker vindt om even zijn benen te strekken en een kopje thee of een kopje koffie te drinken. En ik zie jullie graag om 15:15 als jullie het halen terug. Mocht dat een groot probleem worden, wij beginnen om 15:50 sharp. Oké? Naar de koffie. Paula en Joost zijn daar om jullie vragen te beantwoorden. Dank jullie wel. Stick in the band-aid, is that creating help or is it really helpful?